Middag, mijn naam is Jozef Aars. Vraag in augustus 2012 krijg je twee functies gegeven, LNX en LX ter derde. Hoogste LX ter derde. Graal van 1 is gegeven, ook hier, ook van 1 tot 3 van LX ter derde is hier gegeven van bepaalde waarden. Wordt nu gevraagd op het geartiseerde deelte. Dus dat hebben we twee delen. Het eerste deel is hier van 1 tweede tot 1 van de boze functies LNX. De onderste functie is dus min LNX tot de derde. Vooral tussen twee grafieken. Ja. Het tweede gedeelte begint bij 1. En eindig bij de waarde 3, boze functie nu lnx tot de derde, min lnx dx. Nu, wat we gaan belangrijk vonden is dat ln tot de derde x is 3 keer lnx. En ook kun je schrijven dat lnx gelijk is aan 1 derde van ln tot de derde x. Dat gaan we gebruiken. Namelijk hier, in het eerste geval hier, ja, krijg je ln tot de derde x, gaan we die formule gebruiken, kun je gebruiken 3 lnx daar omgekeerd. Hier krijg je dus van 1 tweede tot 1 van lnx en ln min 3 lnx dx. In de tweede term krijg je hier 1 tot 3 van 1 tot 3 van lnx tot derde min, en lnx is 1 derde, ln tot derde x. Ja, dx. Dan kun je gaan optellen. Dit hier wordt min 2, dus min 2 maal de integraal. De integraal hier is gegeven, die waarde is gegeven, is gekend. Dat is hier een half, ln 2 min 2, dat is een half. Ln 2 min 1 tweede. Goed kijken. Ja. Hier krijg je 1 min 1 derde wordt 2 derde. Dus 2 derde, maar opnieuw een graal die gekend is, van, half, van 1 tot 3, die waarde is gekend. Dat is 9 keren ln 3, geen min, maar plus, ja, plus 9, ln 3 min 6. Ja. Dus dat gaan we dan uitwerken. Gewoon, dan krijg je hier min ln 2 plus 1. En hier krijg je 6 ln 3 min 4. Ja. We gaan het eigenlijk op de juiste manier. Krijg je 6 ln 3 daar. En heb je hier min ln 2. En de laatste term wordt 1 min 4. Wordt min 3. Dat is antwoord A van je reeks hier. Dank wel voor het kijken.